Wat wij vandaag gaan doen is gewoon genieten van deze mooie avond. We zijn uitgenodigd hier op de Trashiekbeurs, de VIP-avond. Dus dat kan niet meer stuk. Gewoon een lekker glaasje drinken, een hapje eten. Voilà, dat is het. Tof. Tot nu toe is het allemaal heel leuk geweest. We hebben ook heel leuke dingen gedaan. Ook de reacties van andere mensen naar mij toe zijn allemaal positief. Dat is ook wel heel leuk. Dat is natuurlijk heel exclusief. Ik heb juist gehoord dat er maar 20 mensen per stand naar hier mogen komen. En wij zijn hier ook aanwezig, dus ja, dus we zullen wel exclusieve dingen te zien krijgen. I've got to let you know, you're one of my kind. Nu zijn we met de meisjes van Miss Limburg dit weekend ook uitgenodigd voor 4 dagen van vrijdag tot maandag modeshow te lopen op Trashiek. En ik ben er zeker van dat dat heel fijn gaat worden. We hebben de eer gehad om een modeshow te lopen hier voor verschillende winkels. Dat was heel leuk en het was niet de eerste keer voor mij dat ik een modeshow heb gelopen. Ik heb al verschillende gelopen, maar ik vind deze toch voor de apotheek wel heel leuk. Dus een toffe ervaring. Het is de eerste keer. We hebben wel met het weekend dat we met de missen al gehad hebben, enkele uurtjes catwalk les gehad. Maar ja, dat was een spoedcursus, dus het is toch heel anders als je hier dan echt staat op dat podium met mensen die naar je kijken en zo. En kleren die je niet gewoon bent van aan te doen. Maar het is goed meegevallen. Het is denk ik voor ons allemaal wel gelukt, ja. Het is leuk om zo al die extravagante dingen, ja, Porsche bijvoorbeeld of enkele juwelenstanden die toch wel heel exclusieve dingen tentoonstellen, om dat allemaal eens te zien en er een beetje ervan te dromen en zo. Ja, een Trashiekbeurs, ik denk wel dat het echt wel iets voor dames is ook, hè. Al die frulletjes en tralalakjes, dat is iets wat een vrouw wel wilt, hè. De campagne verloopt eigenlijk wel goed tot nu toe. We gaan veel promotie maken, veel flyertjes uitdelen. En ja, we zullen zien wat het zal worden. We doen allemaal ons best. Ik ben heel tevreden dat we met ons 19 nog heel vriendelijk en heel goed met elkaar omgaan. Ik had een beetje gevreesd dat de concurrentie zo al zou gaan spelen, maar het is eigenlijk heel plezant. We zijn eigenlijk een bende meisjes die zich overal thuis voelen en lol maken overal. Het is heel fijn geweest. En, ja.